Ik wil heel erg duidelijk naar alle Rotterdammers zeggen: de politiek in Rotterdam, het stadsbestuur, gaat niet vertellen hoe het Sinterklaasfeest gaat plaatsvinden. Het is aan de politiek om zich niet met een songfestival, niet met sport en niet met cultuur te bemoeien. Die scheppen daar alleen maar randvoorwaarden voor. Dus we willen heel graag dat het Sinterklaasfeest 2019 in Rotterdam een supergaaf feest wordt. En het is aan de verenigingen, het is aan de ondernemers, het is aan de gebiedscommissies, het is aan de bewoners om te bepalen hoe ze dat doen. En dat mag verschillen van wijk tot wijk. Maar dan heb je een hele positieve blik dat mensen eruit komen. Maar er zit een kans in dat dat niet gebeurt. Wat dan? Nou, ik heb uh, de raad geïnformeerd nu, en daar is gelukkig ook steun voor. Dat als mensen dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen uh, verenigingen zijn, dat kunnen scholen zijn, er niet goed uit weten te komen, dat de conflicten onoverbrugbaar lijken, dan ben ik beschikbaar om met uh, goede experts te komen tot uh, hulp voor een uh, dialoog naar een goede uitkomst. Dat is gewoon nog een keer naar alle argumenten luisteren. En dan gaat de gemeente dan een beslissing nemen of wordt er dan gekeken wat de meerderheid wil? Nou, kijk, het mooie van een uh, gesprek is dat oplossingen zich heel vaak vanzelf voordoen. Er zijn mediators voor, die kunnen dat, uh, dat heel prima doen, en dan komt er een uitkomst.